Vons Groenendijk zondag de laatste thuiswedstrijd tegen PSV? Of uh, zie jij dat niet als uh, de laatste? Nou, ik hoop het niet. Het zou leuk zijn als we er nog uh, eentje daarna kunnen spelen tegen uh, bijvoorbeeld Utrecht of zo. Hoe groot acht jij de kans dat zoiets daadwerkelijk kan gebeuren? Nou, de, die kans is zeker aanwezig natuurlijk. Uh, je weet dat die laatste twee speelrondes, daar, daar kan, er kunnen echt de gekste dingen gebeuren. Ook uh, qua uitslagen op andere velden. Dus ja, je moet zelf sowieso uh, natuurlijk tegen PSV zorgen dat je een resultaat haalt hier. En uh, ja, die laatste wedstrijd voor, bij Roda geldt hetzelfde. En dan, uh, ja, dan ben je ook nog wel afhankelijk natuurlijk wat, uh, wat de ploegen die net boven ons staan dan uh, doen. Hoop jij een beetje dat PSV op halve kracht hier uh, zal aantreden? Ja, nou, dat hoop je wel, maar dat verwacht ik niet hoor. Die hebben ook nog wel uh, de, natuurlijk het eergevoel. Er zijn nog wat records ook om voor te spelen. Uh, en uh, ja, dat brengt nou eenmaal uh, bepaalde uh, laten we zeggen, uh, verwachtingspatroon met, je, met zich mee op het moment dat je kampioen bent. En dan, uh, dan kun je het niet maken om, uh, om, om er niet voor te gaan. Het is lang geleden dat we hebben gewonnen hier van PSV. Wel een uniek doelpunt hier geweest. Ha een hakje van Martin Hans. Heb jij dat toen nog bewust meegemaakt? Ja, ik heb die, die heb ik zeker gezien. Die wedstrijd ook. En, uh, ja, dat, dat was geweldig. Die 2-2 die natuurlijk in uh, blessure-tijd. En. Ja, vorig jaar vond ik het ook een hele mooie wedstrijd omdat we toen uh, in de volgens mij 86e minuut 1-1 maakten met, uh, met Havenaar. Ook dat was toen een heel belangrijk punt en uh, ook een, een hele goede tweede helft kan ik me herinneren. Dus ja, we willen er weer voor gaan en uh, ja, de komende dagen zal ook blijken of, of iedereen dan aan boord is ook, zoveel mogelijk. Dus dat, dat kan betekenen dat je, ja, dat, je, dat je weer redelijk compleet bent richting zondag. Je zegt redelijk compleet, uh, betekent dat dat een Becker of een EBW weer op de weg terug zijn? Ja, nou, dat de kans is uh, zeker bij Becker uh, is groot dat hij het gaat halen. Uh, EBW die, uh, die heeft uh, nog een paar dagen natuurlijk ook. En uh, dat, dat is ook nog een reële mogelijkheid. Voor Trevor David uh, komt dit te vroeg. Die, uh, die gaat het niet, uh, niet redden met zijn uh, knieblessure. En uh, voor Robert Swinkels uh, komt het ook nog te vroeg. Het gerust hart kan je in die groothuizen dan weer opstellen natuurlijk. Ja, dat, dat, dat heeft hij tot nu toe heeft hij dat naar behoren gedaan. En hij is natuurlijk een jonge keeper, 21 jaar. Dus uh, nou, goed, met heel veel potentie. En uh, wat dat betreft uh, is het geen probleem om, uh, om uh, met hem te spelen. Het Staal die ons bijna uitverkocht, geeft dat jouw team nou altijd een extra boost als het uh, echt vol zit hier? Ja, het is wel iets natuurlijk wat, uh, wat leeft ook bij de spelers. Dat ze, ja, dat hebben ze toch voor elkaar gekregen. De laatste wedstrijden, dat het hier goed, goed vol loopt. En het is natuurlijk het allerleukste voor, voor, voor spelers om in een vol stadion te voetballen en dat vond ik zelf ook altijd. En ja, dat geeft wel een bepaalde sfeer natuurlijk hier in, in Den Haag. En ja, het, is, het is mooi dat het leeft. Dat merk ik ook op straat, overal waar ik kom. Mensen zijn toch positief over ADO. En, um, ik was laatst, op, van de week was ik nog op de kermis. Het is leuk om te zien hoe die club weer, uh, weer leeft. En dus dat doet mij dan ook wel goed. En uh, dat is ook wel iets wat je natuurlijk wil als trainer, als staf, dat je daarbij daar ook mee bezig bent. Dan natuurlijk met een leuk toetje in de vorm van de play-offs. Ja, dat zou mooi zijn, want dat, uh, ja, dat zijn natuurlijk toch weer wedstrijden die dan uh, ja, wellicht weer een vol stadion uh, Dat zijn toch wel de dingen die je graag wil. En, en kijk, play-off spelen is één. Maar als je moet het eerst halen. Maar als we ze gaan spelen, ja, dan willen we ze ook winnen. En, uh, dus ja, je moet altijd voor, ervoor gaan. En ik zeg niet dat het dan ook gebeurt, maar het is wel streven.